voordat we gaan beginnen met deze weekendvlog ga ik jullie nog wat leuke posters van Decennio laten zien. Want ik heb namelijk weer wat leuke posters uit mogen zoeken. En ik heb ook voor jullie een kortingscode. De kortingscode is 10% bovenop de 25% korting die Decennio dus al heeft. En de code is dus geldig vanaf vrijdag 26 juni tot maandag 29 juni. Dus met mijn code krijg je 10%. Maar er is al 25% korting op Decennio. Dus je krijgt korting op korting, zeg maar. Dus dat is heel erg lekker meegenomen. De kortingscode is alleen niet geldig op lijsten en posters uit de handpicked of ja, de gepersonaliseerde posters. Maar ze hebben echt genoeg andere dingen waar het wel op geldt. Dus ik zou zeker een kijkje nemen als ik jullie was. En ik ga even laten zien welke ik heb uitgekozen. Als eerst heb ik wel een gepersonaliseerde poster uitgekozen. Ik had er al eentje. Alleen daar had ik per ongeluk een beetje een vlek op gemaakt. En dat vond ik echt heel erg zonde. Dus vandaar dat ik hem nog een keertje heb uitgekozen. De posters krijg je altijd echt super goed verpakt in zo'n koker. Dat het niet kan beschadigen. Dat vind ik echt heel erg fijn. En deze poster heb ik laten maken met de namen van Milan en mij erop. Dat vond ik wel echt heel erg leuk. Oh, heel leuk. Kijk. Dit is de poster. Er staat er love. En dan hieronder staat Milan en Fleur 29 mei. Want op 29 mei 2016 kreeg wij een relatie. Dus deze heb ik als eerst uitgekozen. Even terug hierin. En ik zal zo meteen laten zien waar ik alles ga neerzetten en zo. Dat is misschien wel leuk om te zien. Oké, ik moet er eventjes een beetje snel doorheen, want mijn camera is bijna leeg. Maar ik heb hier dus nog een hele grote doos van Decennio. En hier zitten dus ook allemaal lijsten in. Want voor de mensen die mijn kamer een beetje kennen, of niet, die weten dat het daar best wel leeg en kaal is erboven. Dus ik heb allemaal leuke posters uitgezocht om die daar op een plankje neer te kunnen zetten. Alleen het plankje moet nog wel opgehangen worden. Dus dat kunnen jullie, denk ik, in de volgende weekendvlog of weekvlog verwachten. Ik heb allereerst een aantal lijsten. Ik heb hier een zwarte lijst in de maat 21x30. Hier heb ik er eentje van. En je hebt de lijst in heel veel verschillende soorten kleuren en maat en dingen. Je hebt ook wit, goud, zilver, rosé, hout, donkerkleurhout. Je hebt echt van alles. Dan heb ik nog twee posters in de maat 30x40. Daar heb ik er dus twee van. Die zijn een slagje groter. En dan heb ik nog één hele grote. Dit is volgens mij, ja, dit is 50x70. Dus die is weer een slagje groter. En dan heb ik hier een map met de overige posters. Ik heb er ook eentje voor mijn oma uitgekozen. Een poster. Want die had vorige keer ook al een poster uitgekozen. Maar die wilde wel wat nieuws. Dus voor haar heb ik er ook eentje. Die zal ik ook wel laten zien. Als allereerst heb ik voor mezelf deze. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar het is een beetje het strand en de zee. En dit leek me wel heel erg mooi. Ik heb allemaal een beetje van die rustige plaatjes uitgekozen. Dan voor mijn oma heb ik deze. Met zo'n ballerina poppetje erop. En dan voor die kleine heb ik deze. Met palmboompjes. En dan voor die twee andere heb ik deze twee. Oh, deze was kort volgens mij, ja. Dit is een beetje met roze en ook weer zo'n palmboompje. En dit is met een soort, ja, groot zwembad ergens. Het lijkt wel een beetje op Marrakesh of zo, denk ik. Ik weet niet. Maar die dus heb ik in ieder geval uitgekozen om boven mijn bed op te kunnen hangen. Dus die ga ik nu eventjes in de lijst doen en dat ga ik aan jullie laten zien. Oké, dit zijn dus de posters. Je kan ze dus aan de achterkant zo helemaal loshalen. Kijk, ik heb er al twee gedaan. Ik ga dit er zo uithalen. Dan zit er een blaadje in van Decennio. Die bewaar ik eigenlijk altijd. Zodat ik nooit kan vergeten welke afmeting het is. En dan zit er dus een soort van, ja, het is geen glas. Het is een soort van plastic. En er zit dus nog een beveiligingspapiertje op. Dus die gaan we er dan eerst afhalen. Kijk. Dat trekken we er helemaal af. Dan leg ik die er weer in. Dan pak ik de poster. Dan leg ik dat Decennio blaadje er ook weer in. Zodat ik nooit kan. Mijn camera is uitgevallen, dus ik doe het eventjes met mijn telefoon verder. Maar dit is dan de poster. Echt heel erg leuk. En die andere vind ik ook echt heel erg mooi die hier staan. Vooral ook met die roze. Ik ga nu nog eventjes die grote erin doen. En dan zijn dit de vier posters. Deze wil ik dus hier boven mijn bed gaan ophangen. Kijk, ik heb daar een plankje staan. Alleen die moet dus nog opgehangen worden. En dan wil ik ze dus zo leuk neerzetten daarop. En hier staat de ander. Kijk hoe leuk die daar zo tussen staat. Echt heel leuk met al die kaarsen zo en daarachter. Echt love it. Het is vandaag vrijdag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekendvlog. Ik heb mijn haar gedaan en mijn make-up gedaan. Want het zou een keertje weer niet zo zijn, maar ik ga weer foto's maken. Ja, dat is echt een beetje mijn bezigheid de laatste tijd. Heel veel foto's maken. Vandaag ga ik foto's maken met Rosa, dus dat is heel gezellig.
We hebben ongeveer 4 of 5 outfitjes wat we op de foto willen zetten. Dan hebben we even een voorraadje. Ik heb ook nog een voorraadje van die foto's met Zoe van vorig weekend. Dus dat is top. Wat ik nu aan heb is zo eventjes het speltje. Deze crop top van de Zara. Een leren crop top. Maar deze broek is ook van de Zara met mijn Alexander McQueen's. En dan doe ik dit blouseje van Miu eroverheen. Want dat is dus precies dezelfde kleur. Dat vond ik wel heel erg leuk. Hier zitten allemaal outfitjes in. Deze schoenen neem ik mee en die schoenen neem ik mee. Roze die komt dan met de trein naar Den Haag Centraal. En dan haal ik er daar op met de scooter. En jammer voor te smaken vandaag. We zijn op de eigenlijk tweede bestemming aangekomen. Maar dit wordt pas de eerste echte foto. En we gaan onze camera neerzetten. En een foto. Yay. Leuk ook zo, twee camera's naast elkaar. Mensen zullen wel denken, zijn dat zieke beroemdheden of zo. Oh ja, kan je het kaartje naar het achteren? Zo, ik sta echt bijna mijn reet. Alleen draadje zit er nog aan, maar. Oh ja, dat maakt het wel uit. Even loeren, wat is er voor foto wil. Oh yes, ik heb lekker een goede positie. Nou, ik zit er maar lekker naast. Ik zet het in een enge positie. Zo, kijk hoe goed ik het kan. Ja. Maar ik wil niet in mijn poes zitten zo. Je ziet je ook dan zo. Nou, als je je hoofd zo of niet. Ja. I'm gonna see the vibe. I'm a savage. Classy. Bougie. Ratchet. Acting stupid. Zoiets. Dat is ook wel leuk. Ja. Nou, gezeik. Met haar. Grapje. Met mij gezeik? Hier dansles voor dummies aan het geven. En dan heb je zo en dan doe je zo. Gewoon. Ja, maar dan wel met je armen erbij. Ja, zo. En dan gewoon zo. We zijn klaar met foto's maken, dus we zijn TikToks aan het maken. Maar ik kan niet dansen. Dus ja. Laat eens even zien wat je net ging oefenen. Maar ik kan het gewoon echt niet. Wat? Kijk, je moet deze doen. Die van was er mijn shoes. En dat je zo opzij duwt. Ik kan het niet. Dus zo. Kijk, je doet eerst. Doe je je linkerbeen. Doe je stap naar achter. En als je die dan naar voren zet, maak je een soort van hupje. Oké, wacht. Nou. Ja. Yeah. Maar daarna moet je wel gelijk doorgaan in die, ja, hè? Oké, wacht. Oké, wacht. Je mag hem wel wat minder groot maken, hoor. Jij springt straks uit die camera. Nou, weet je, ik maak er wel wat leuks van. Oké, okay. Gaan we hem neerzetten? Rechterhand. Oké, ik ben terug thuis, foto's maken van met Rosa, al een tijdje eigenlijk. Het is nu 6:15, maar Miu en ik gaan eventjes naar de IKEA. Want ik moet echt hangers hebben en planken, want dit kan natuurlijk zo niet langer. Iedereen wordt helemaal gillend gek van, ik ook. Dus dat is wat we nu gaan doen op scooter naar de IKEA. Om die planken te halen dus en dingen. Ik hoop dat ze het hebben eigenlijk. We zijn terug van de IKEA en Miu heeft net deze laatste 3 plankjes erin gehangen. We hebben ook weer kledinghangers gehad, zit daarin. Dus ik heb al mijn kleding, ga ik opvouwen of ophangen. Maar dat ga ik zo meteen verder doen, want het eten is bezorgd. We hebben eten besteld. Miu had rotti besteld en ik heb... Nou, we wilden eigenlijk McDonald's, maar dat kon niet bezorgen of zo. Dus Miu heeft rotti en ik heb lekker een pokeball. En nog los sushi erbij, want je moest dus minimaal 15 euro bestellen. En die was 11, dus ik heb dit er nog bij genomen. Ga ik lekker opschmikken en dan die kast verder opruimen. Het is vandaag zaterdag en wij zijn
aangekomen in het hotel. Ik weet helemaal nog niet of ik dat heb verteld. Maar wij zijn in dit hotel met vakantie, of gekregen door vakantieveilingen. We zitten in het Van der Valk Hotel of zo. En het is bij Schiphol daar in de buurt. Dus we gaan zo meteen naar Amsterdam. Dan gaan we daar gewoon lekker rondlopen en eten. En nou, dit is de kamer. Hij is best wel groot eigenlijk. En dan heb je hier de badkamer. En dan hierin zit de wc en daarin zit de douche. Jurkje, deze, is van de Zara. En ik heb mijn Yeezys aan en deze Nuno bag. En ja, ik denk dat we eventjes gaan plassen en de camera en zo opruimen. En dan naar de stad gaan. We zijn terug op de hotelkamer. En de zon schijnt heel veel, dus vandaar dat ik een beetje oranje ben. We hebben lekker gegeten bij Stan & Co. Dat zit hier. En dat zit blijkbaar ook in vele andere steden. Maar we zijn ook eventjes langs wat winkels geweest. En ik heb alleen bij de Bijenkorf gekocht. Namelijk een trui van Alex de Label, want die was in de sale. Nu met 30%. Dus hij was nog maar 70 euro in plaats van 100, dus dat scheelt 30 euro. Dit is hem. Hij is grijs. Je ziet het nu niet zo heel goed in dit licht, omdat het dus heel erg oranje hier is. Maar het is dus gewoon een grijze trui in een maatje XS. Die heb ik gekocht en Mel heeft ook nog een trui gekocht. Maar hij had vorige week ook deze gekocht. Mag ik die even laten zien? Vorige week had hij ook donderdag of zo deze gekocht bij Sandro in de stad. En nu had ze nog in Amsterdam deze gekocht. Ook van Sandro. En die staat hier Shit Happens met een paarse capuchon. Hij lijkt een beetje roze, maar het is echt paars. En we hebben eventjes wat eten en drinken en zo voor zometeen gehaald. Ja, dat ruim ik zo meteen wel op. Wat we morgen gaan doen is waarschijnlijk naar Utrecht in plaats van naar Amsterdam. Omdat we dat nu wel een beetje gezien hebben eigenlijk. En ik denk zo meteen even iets leuks kijken op de laptop. Het is vandaag zondag, zoals jullie misschien wel zien. Of niet zien, ik weet niet. Maar ik ben weer thuis. Het is alweer zondagavond. Vanmorgen hebben we ontbeten in het hotel. En daarna zijn we met de auto naar huis gegaan. Hebben de auto thuis gezet en zijn we met de scooter een dagje naar Rotterdam gegaan. Dus vandaag waren we in Rotterdam en gisteren dus in Amsterdam. Ik had ook mijn nieuwe trui aan vandaag met dit rokje van Lovis. En mijn vader heeft net een pokeball gehaald. Dus die ga ik lekker opeten. En Dagmar die geeft vanavond een feestje. Dus daar ga ik eventjes heen. Ik ga niet heel lang, want ik ben echt heel erg moe. Als ik nu mijn ogen dicht doe in bed, dan val ik in slaap. Dus ik ga niet heel erg lang, maar ik ga wel eventjes langs. Want dat vindt ze wel leuk. Maar voor nu ga ik eventjes lekker mijn pokeball opeten. Filmpjes kijken in bed.